Suriname is op dinsdag 2 mei opgeschrikt door een reeks van gewelddadigheden op Peking Saron en Maripastong in het district Para. Daarbij hebben gewapende mannen objecten en voertuigen vernietigd, personen gegijzeld en op politieagenten geschoten. Naar aanleiding van deze situatie is de regering hedenmiddag met de veiligheidsdiensten in spoedoverleg bij elkaar gekomen. De situatie te Peking Saron is momenteel onder controle. De politie en het Nationaal Leger werken samen met diverse eenheden om de vermoedelijke daders op te sporen. Inderdaad zijn we vanmorgen opgeschrikt geworden door acties die enkele mannen hebben ondernomen tegen SBB. Tenminste, die controlepost van de SBB op Peking Saron. Er is ook een controlepost van de politie daar gevestigd. En de acties zijn daar begonnen. Daar zijn twee politiemannen gewond geraakt. De politiepost is in brand gestoken. En er zijn ook twee voertuigen van de SBB meegenomen ter plaatse. Gelukkig heeft de politie later erg kunnen voorkomen. Maar ter plaatse zijn wel 11 trucks met hout beladen zijn in brand gestoken. De chauffeurs zijn later achterhaald geworden. En vervolgens hebben de mensen zich verplaatst naar Maripastong, waar er een afdeling van Grasalco gevestigd is. Ook daar hebben ze tegen de arbeiders, ik heb begrepen dat men de arbeiders wilde gijzelen. Er is geschoten op ze, tenminste één slachtoffer, één gewonde is daar gevallen. En de politie heeft dus die actie ter plaatse ook kunnen verijdelen. Ik heb begrepen dat men brandwelde stikte daar zo ook. Dat alles heeft de politie kunnen veredelen, voorkomen. En er zijn twee verdachten toen aangehouden. Ondertussen heb ik begrepen dat er twee doden zijn gevallen. En één persoon is zwaar gewond. Dat is aan de kant van de verdachten. Minister, deze inzetting heeft de president ook zo'n beetje gegeven. Maar meer te komen op... Wordt er genoeg budgetten vrijgemaakt? Wat wordt er anders gedaan? Want er zijn veel eenheden in de operatie nu betrokken. Misschien? Sowieso de benodigde budget zal vrij worden gegeven. Vrij worden gemaakt om deze acties uit te voeren. Het gaat sowieso om de bescherming van de gemeenschap. Niet dat alleen. Maar we moeten ook denken aan andere sectoren. Aan de veiligheid van de gemeenschap van het land Suriname. En we moeten ook kijken natuurlijk naar buitenland, naar investeerders. Dus al deze zaken worden meegenomen. En sowieso voor optimale veiligheid heb je natuurlijk middelen nodig. Maar die middelen die worden sowieso wel vrijgemaakt. Wat ik ook wil aangeven, sowieso het strafrechtelijk gedeelte, dat sowieso moet dat gebeuren. Er zijn illegale handelingen hier gepleegd, gewapende handelingen zijn hier gepleegd. Maar sowieso willen we de rust bewaren binnen de gemeenschap. En in verband daarmee hebben we dus de FITS. En ook OSIP uitgenodigd voor een gesprek later op de dag. Ik denk dat in de vooravond zo dat er een gesprek komt tussen, er is een cluster gevormd door de president, bestaande uit mijn persoon, van justitie en politie, mijn collega van Bibus, collega Defensie, collega NH, collega GBB en ook de DC zal ondersteunen. Kijk, ik moet aangeven dat ik het betreur dat er slachtoffers hier zijn gevallen. We zijn allemaal Surinamers en we moeten sowieso
de vrede bewaren. En daar waar er, weet je, oneffenheden ontstaan, moeten we altijd kunnen praten. Moeten we altijd in dialoog met elkaar kunnen treden. Vandaar ook dat vanuit de regering is geïnitieerd dat er later een gesprek komt. Inderdaad, hebben wij een zeer ernstig geval gehad vanmorgen in het Peking Sarong gebied. Waarbij er een detachement, een controlepost van de politie is overvallen en brand gestoken. Politiemedewerkers zijn gewond geraakt. Er is gestart met een operatie in dat gebied samen met het Nationaal Leger. En daar is er dus worden er verdachten opgespoord. Er zijn vooralsnog drie verdachten aangehouden, waarvan volgens de initiële rapportages twee om het leven zijn gekomen. Dat is de situatie. Dus ik moet aangeven dat de rechtsorde daar is geduwd. En als law enforcement, veiligheidsdiensten, politie en Nationaal Leger ondersteunende diensten doen wij alles in het werk. Om de verdachten die hiervoor verantwoordelijk zijn, om hen zo snel als mogelijk in te rekenen. Is de veiligheid van weggebruikers die gebruik maken van de gedeelte van de wegstrekking en ondernemers, truckchauffeurs, is dat gewaarborgd? Oké, wij hebben daar onze eenheden in het gebied opgeschaald en wij doen alles voor om een garant te zijn voor de veiligheid van ieder in dat gebied.